Hallo lieve mensen en welkom terug bij een nieuwe video. In deze video ga ik je mijn plantencollectie laten zien die ik de afgelopen anderhalf jaar heb opgebouwd. Dus ben jij net zo'n plant mom zoals ik? Geef deze video dan ook een dikke like en laat me vooral eventjes weten wat jouw favoriete plant is en hoe groot jouw plantencollectie momenteel is. Nou, hoe ben ik ooit met planten begonnen? Ik ben zeker geen expert in het verzorgen van planten. Maar ondertussen bestaat mijn plantencollectie uit plus 30 planten. Dus mijn plantenobsessie is zo'n anderhalf jaar geleden begonnen toen ik naar dit huis verhuisde. Hiervoor heb ik eigenlijk nooit iets met planten gehad. En het grappige is met planten, als je eenmaal één plant hebt en je ziet dat daar nieuwe bladeren uitkomen of prachtige bloemen, dan wil je automatisch meer en meer en meer. Allereerst de plant die ik het langste heb. Deze palm heb ik nu zo'n 2 jaar inmiddels. En hij is zeker in, size, in grootte verdubbeld. Deze palm groeit vooral in de lengte. Dus het is ook wel een hele fijne plant voor mensen die graag een plant willen hebben. Maar dan niet te breed, zeg maar. Want hij groeit vooral in de hoogte. Dat kun je hier ook zien bij het nieuwe blad. Hij groeit echt naar boven toe. En hij staat eigenlijk direct tegen een raam aan. Dus hij krijgt ook veel licht. Zoals je hieronder kunt zien krijgt hij dus ook allemaal nieuwe scheutjes. Dus dat is ook wel leuk. Hier naast mij aan de andere kant van mijn raam staat een hele grote Kentia palm. Deze palm groeit heel erg de breedte en de hoogte in. Ik denk dat het langste blad de 2 meter aantikt. En deze palm heb ik gehad van mijn tante. Ondertussen is Bram bij mij komen liggen. Als hij hoort dat ik een YouTube video aan het opnemen ben, dan wil hij altijd erbij komen op de een of andere manier. Hier staan nog 2 planten die ik echt super, super mooi vind. Ik zet ook al mijn planten een beetje gegroepeerd bij elkaar. Want ik heb ooit eens ergens een tip gelezen dat ze dan harder de best doen en dat ze gelukkiger zijn. Nou, hier hebben we dus een van mijn echt favoriete planten, de Monstera Deliciosa. Deze plant is zo prachtig mooi en yay, kijk, een nieuw leaf. Oh, daar ben ik zo blij mee. Ja, dit is gewoon een hele makkelijke plant allereerst en ik vind hem prachtig. Als ze wat ouder zijn, dan krijgen ze ook gaten erin, hoe ouder dat ze worden. En dan krijg je dus een beetje dit effect, dat ook in de bladeren gaten komen. Ik heb deze plant gekocht, toen was die een stuk kleiner. Ik heb nog een paar Monstera's. Die zal ik zo laten zien. Inmiddels staat deze Monstera echt in een gigantische pot. En dat is ook echt wel nodig. Want hij groeit zo ontzettend hard. En wat ik ook heb gedaan, is alle luchtwortels die eruit komen, die heb ik terug in de grond gestopt. En daardoor nemen ze ook wat beter al het vocht op. Hier heb je dus ook zo'n luchtwortel. In het begin dacht ik echt, wow, wat is dit? Ik had geen idee dat deze plant dus luchtwortels kreeg. Ik heb wel eens geprobeerd om deze plant te laten klimmen. Maar dat was niet heel erg succesvol. Ik heb het idee dat deze meer een eigen willetje heeft. En dat hij gewoon het meest gelukkig is als hij in een pot staat. En lekker zijn gang kan gaan. Dus ik laat hem niet meer klimmen. Ik laat hem gewoon lekker wild groeien. En we zien wel wat er van komt. Ik ben er heel blij mee. Wat het wel is met deze plant, met de Monstera, is dat je echt de bladeren heel goed moet afstoffen. Want ze vangen gewoon heel erg veel stof op. En als dat gebeurt, dan kunnen ze niet meer goed het licht opnemen. Dus ik doe echt wel 1 keer in de week minimaal alle bladeren even met een natte doek afstoffen. Stoffen. Nou, niet nat trouwens, eerder een vochtige doek, zodat al het stof goed weggaat. En wat ik ook doe, is alle luchtwortels besproeien met, of vernevelen met water, zodat ze nog meer vocht op kunnen nemen en daardoor beter kunnen groeien. Ja, en wat het dus is met Monstera's, die kun je dus ook heel makkelijk stekken. Je moet dan eigenlijk een stek afsnijden waar een luchtwortel aan zit. Dat heb ik bij deze dus ook gedaan. Echt wel een stek met 2 bladeren en die laat je dan gewoon heel simpel op water staan. En uiteindelijk kun je hem dus gewoon weer planten.
Dus dit is eigenlijk weer een baby van de plant die daar staat. En dat heb ik nog bij een andere Monstera gedaan. Deze Monstera is eigenlijk een combinatie van twee planten. Dus even kijken, hoe zit het er? Dit is een stek. Die heb ik hier van mijn andere Monstera afgesneden. En dan deze, waar echt zeg maar die jonge blaadjes in zitten. Die babyblaadjes. Hier. Dat is een Monstera die ik van mijn tante gehad heb. En die heeft hem helaas ook verwaarloosd. Dus op een gegeven moment zei ik, nou weet je wat, geef die plant maar aan mij. En dan hoop ik dat ik hem nog kan redden. Hij was toen wel echt helemaal geel. Hij had wortelrot en het werd een hele moeilijke klus. Dus ik heb hem helemaal teruggeknipt. En zoals je nu kan zien zitten er dus echt hele kleine Monstera blaadjes nu aan. Dus deze doet het eigenlijk heel erg goed. En dan heb ik nog een Monstera. Deze doet het helaas iets minder goed momenteel. Ja, wat hier dus mee is gebeurd. Ik heb deze plant overgepot naar een andere pot. Dat was al een schok. En ik heb toen gelijk een stekker afgeknipt. Aan deze kant. Dat kun je nog zien. Maar goed, hij is nou weer aan het bekomen. Ja, zoals je ziet, ik ben gek op Monstera's. Ik heb er dus 4. En het is gewoon een hele fijne plant. Een hele makkelijke plant. Ze kunnen echt gigantisch worden. Dus ze worden niet alleen heel hoog, maar ze gaan ook echt de breedte in. Dus dat is, als je echt van grote planten houdt, van statement pieces, dan zijn dat gewoon hele toffe planten om te hebben. Dan hebben we hier mijn Calathea. Hele makkelijke plant is dit ook. Dit is mijn tweede oudste plant. Oh, dit is echt wel een zwaar exemplaar al. Hij is echt flink gegroeid. Wat zo mooi is aan deze bladeren is dat ze natuurlijk rond zijn en die prachtige verkleuring hebben. En de bladeren komen dus, de nieuwe bladeren, die komen dus ook opgerold eruit. Zoals je hier kunt, zoals je hier kunt zien. Dus ze komen opgerold er weer uit. En deze heb ik dus ook al zeker 2 jaar. Die heb ik in het begin ontzettend verwaarloosd ook. Toen ik dus nog niet wist hoe ik met planten om moest gaan. En ja, tot nu toe heeft hij me alleen maar beloond met prachtige nieuwe bladeren, grote bladeren ook. En zelfs, hij heeft zelfs een keer in bloei gestaan een tijdje geleden. Hier heb ik een Skin Dapsus hangen, oftewel een Pothos. Deze heb ik recentelijk verpot. Nou, hij hing al in deze pot, maar ik heb hem even wat nieuwe aarde gegeven. En toen heb ik een tweede mini plantje hierbij gezet. Dus in feite zijn het nu 2 planten hierin. Heeft niet heel veel extra verzorging nodig of iets dergelijks. En het leuke is, hier zitten dus van die kleine knobbeltjes aan, zoals ik het maar even zal noemen. Die knobbeltjes zijn dus eigenlijk kleine luchtworteltjes. Dus als je hier dit zou afsnijden hierboven en in het water doen, dan groeit daar weer een nieuw worteltje uit. En dan heb je eigenlijk gewoon weer een nieuwe plant. En dan hebben we hier nog een Skindapsus Epipremnum Marble Queen, geloof ik. Deze is dus ook eigenlijk dezelfde als die andere, maar die heeft dus een ander soort blad. Dit blad is dus meer, met een kleurtje erin. Heel erg leuk. Groeit ook super snel. Kun je dus ook heel makkelijk stekken. Ik heb er dus nog zo één. Je kan ze op een donkere plek zetten. Je kan ze op een lichte plek zetten. Hier hebben we dus een andere Skindapsus Pictus. Hoop ik het goed uitspreek. Kijk, hierboven zie je dat de bladeren echt al huge zijn geworden. Maar naarmate naar onder, is het dus meer leggy en heel weinig blad. Wat er dus gebeurt als je ze veel licht geeft. Je kan het hier achter al even zien. Die ga ik even niet pakken, want die zit... die heb ik gisteren helemaal om dat rekje heen gedaan. Maar dit is dezelfde op hetzelfde moment gekocht. En dit is dus wat er gebeurt als ze heel veel licht krijgen. Je ziet ook echt die satijnen glans die dat deze soort hoort te hebben. Ik sta nu bij mijn Pride and Glory. Deze planten zijn zo makkelijk en zo... Oh, je krijgt er zoveel voor terug. Lepeltjesplant volgens mij. Denk het wel. Oh. Nou, om even een vergelijking te trekken. Hij staat echt ook in een grote pot nu. Maar deze is momenteel in bloei. Prachtige bloemen ook. Net zo groot als mijn hand, zoals je kunt zien. Ja, deze plant, ik hou ervan. Ik vind hem zo mooi. Die bladeren. En hij blijft ook maar gewoon
nieuw blad geven. Dit was ook weer een afdankertje. Die zat vol met zwarte bladeren toen ik hem kreeg. Deze planten hebben trouwens ook echt gigantisch veel water nodig. Dit zijn echt waterzuipers. Dus de pot, ik hou hem altijd nat. En dan heb ik nog een peace lily. En dit is dus, kun je gelijk zien, deze heeft veel kleinere bladeren. Is ook voller in plaats van dat hij de hoogte ingaat. Heeft ook kleinere bloemetjes. En deze plant, die had ik ooit aan mijn zus gegeven toen ze net in haar nieuwe woning zat. En toen heb ik hem op een gegeven moment gekregen, toen was je op sterven na dood. De Calathea Medallion. Ja, prachtig mooi. Het blad, de kleuren op het blad. Oh, en dan de onderkant is natuurlijk rood. En wat Calatheas doen is, die gaan 's avonds naar boven staan met de bladeren. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Als je een nieuwe plant hebt, dan gaat hij even in quarantaine. En dat is meer, stel dat hij een plaag, een ziekte heeft, een bacterie of wat dan ook. Dan is dat dus wel een gevaar voor al je andere planten. Dus zodoende zet ik ze altijd even apart. Dan hebben we hier nog de, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Raphidophora tetrasperma. Ja, ik heb deze plant dus gekocht, omdat die stond toen bij de Jumbo. En er stond bij dat het een monstera was. En ik dacht toen dat het een monkey mask was. Maar dat was helemaal niet zo. Deze lijkt wel op een monstera. Ze noemen het ook wel eens de mini monstera. Maar die heb ik dus op een stokje gebonden. En toen tegen de muur. Dat was een idee wat ik op Pinterest had gezien. Het zijn natuurlijk klimplantjes. En dat kun je ook zien hier aan die knobbeltjes. Ja, hij blijft maar groeien. Hij vindt het hartstikke fijn, denk ik, om hier in de zon te staan. En dan hebben we hierboven nog een paar leuke plantjes. Dit is die andere allocatie. En hier hebben we mijn pannenkoekenplantje. Dus die staat hier ook op een lekker zonnig plekje weer. Hier hebben we een plantje waarvan ik de naam even niet weet. Gek genoeg verliest hij nou allemaal blaadjes. Het is een soort vetplantje. The sun is shining. In één keer komt er een hele laag zon. Tot slot hebben we nog twee kleine palmpjes. Die heb ik dus ook ooit eens gehad van mijn zusje. Toen waren ze echt de helft kleiner. Deze staan op mijn slaapkamer. Krijgen niet super veel licht, maar ze lijken het wel heel goed te doen. En dan hebben we hier nog een project. Dit zijn stekjes van mijn Pothos, mijn Scindapsus planten. En het grappige daarvan is, ik weet niet waarom, maar die hebben dus de eigenschap om andere planten te helpen met stekken. Wat we hier hebben is iets heel stouts wat ik gedaan heb. Hier op de galerij staat namelijk een rubberplant, een Ficus elastica. En ja, die staat er heel zielig bij. Ik denk ook dat hij niet te lang meer heeft. Ik krijg bijna geen licht. Maar jawel, we hebben een stekkie, een wortel. Zo, nou, dat waren mijn, al mijn planten. Oh, Bram wordt gelijk enthousiast ervan. Dus ik hoop dat je dit een leuke video vond. Dat je genoten hebt van al mijn planten. Bedankt voor het kijken naar deze Plant House Tour. Mocht je dit een leuke video vinden, geef deze video dan ook zeker een dikke like. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Want ik upload iedere dinsdag en vrijdag een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken. Muchas gracias, zoals we in Spanje zeggen. En tot in de volgende video.